Welkom bij een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Mijn naam is Suzanne en vandaag wordt het een video met verschillende onderwerpen. Ik zal hieronder timestamps plaatsen zodat je kunt klikken naar wat je wil zien. Of je kijkt hem gewoon helemaal, dat kan natuurlijk ook. Ik ga beginnen om je bij te praten over hoe het gaat, want ik heb al een poosje geen video's geüpload. Ja, laatst één, maar die had ik al opgenomen, een tijdje geleden. Daarnaast ga ik je updaten over de 75 Hard Challenge, hoe het daarmee gaat. En ik ga beginnen met een nieuwe serie hier op YouTube. En de bedoeling is dat ik iedere maand je mijn favorieten laat zien. En de favorieten kunnen zijn op het gebied van food, non-food, cosmetica, verzorgingsproducten, boeken, noem maar op, lifestyle, apps. Alles wat ik leuk vind wil ik graag met je delen. En ik ga nu dus beginnen met mijn favorieten eigenlijk nog van augustus. Dus laten we beginnen. Het is dus inderdaad een poosje geleden dat ik heb geüpload. En dat heeft eigenlijk één reden. De hittegolf. Er kwam echt niets uit mijn handen en ik was echt uit mijn doen. Als je me langer volgt, weet je dat ik echt een ontzettend hekel heb aan die warme, hete dagen. Echt zo bedrukkend warm. Echt vreselijk. Ik ben heel blij dat dat achter ons ligt en dat de herfst is begonnen. Vandaar dat ik ook echt geniet van mijn heerlijke drankjes, chai latte en nu een pumpkin spice latte. I love it. Dus vandaar dat ik eventjes een soort van pauze had hier op YouTube. Maar ik ben weer volop begonnen, want ik vind het hartstikke leuk om video's te maken. En er komt nog heel veel aan. Ook deze nieuwe serie heb ik heel veel zin in. Ik kreeg best wel veel berichtjes over of ik nog meedoe met de 75 Hard Challenge. En het antwoord, laat ik het maar gelijk zeggen, is nee, helaas. Mocht je niet weten wat 75 Hard Challenge is, ik zal hieronder linken naar de video die ik heb gemaakt waarin ik het allemaal uitleg en het artikel. Ja, ik ben dus gestopt al eerder. Had ik een soort onderbreking omdat er toen een dagje uit tussen kwam en ik dacht ik begin gewoon opnieuw. En dat heb ik ook inderdaad gedaan en dat ging hartstikke goed tot die hittegolf kwam. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om twee keer per dag 45 minuten te wandelen. Ik ga er niet mee verder, heb ik besloten. Het heeft me absoluut gebracht wat ik heel erg fijn vind, dat ik niet meer iedere dag limonade drink. Ik dronk dus 7-Up Light. Maar ik drink sindsdien alleen maar water en het staat me echt niet tegen. Ik ben er helemaal aan gewend geraakt. Gewoon water uit de kraan. Alleen dat is ook gelijk het punt waarom ik er niet meer mee verder wil. Op zich lukt het me prima om die gallon water 3,8 liter per dag te drinken. Dat is niet het probleem. Maar het is echt... Ik zit de hele dag op het toilet. En dat is op zich overdag niet zo'n ramp. Maar 's nachts gaat het gewoon door allemaal. En werd ik wel soms wel 3 keer wakker om te plassen. En dat is gewoon echt vervelend. En ook voor Fabian, die er ook toch wakker van wordt. Dus ik heb besloten dat ik dat element niet meer ga doen. Ik heb er zeker wat aan gehad. Ik heb hem alleen voortijdig beëindigd. Dus ik heb hem niet voltooid. En nee, ik ga dus niet verder. Maar ik ga zeker verder met elke dag wandelen. Dat wil ik er echt in houden. Ik ga zeker het water drinken erin houden. En het lezen ben ik weer helemaal in. Dus eigenlijk heeft het me heel veel gebracht. Alleen ga ik niet volgens het boekje verder, zeg maar. Dus nee, ik ga er niet mee verder. Oh, en ook weer wel. Dus ja, tot zover de update over de 75 Hard Challenge. En dan de nieuwe serie waar ik echt heel veel zin in heb. Alles wat ik leuk vind gooi ik gewoon letterlijk op een hoop. En dat ga ik gewoon delen in een video. Ik ga beginnen met een beauty product. Dit is een haarmasker. En dat heb ik al gekocht om te proberen bij keten Normal. En Normal is een beetje een keten die me doet denken aan Flying Tiger en IKEA. Het is een beetje een eigenaardige, vrolijke, positieve vibe. Ik vind het een hele leuke winkel. En ze hebben er voornamelijk beauty producten. En heel veel snoep en etenswaren, maar ook huishoudelijke spullen. En alles is wel een stukje goedkoper dan de normale drogisterijketens. En behoorlijk veel vegan producten. En dat wordt ook goed aangegeven. En dus zag ik het schap vol met producten van dit merk. En ik wilde een haarmasker proberen. En deze verpakking sprak me gewoon heel erg aan. Het is heel erg minimalistisch. En er staat ook op de voorkant dat het zonder siliconen, zonder sulfaat en zonder parabenen is. Dat het vegan is en cruelty free. En toen dacht ik, ik ga deze proberen. Nou, hij ruikt echt heerlijk. Fresh sea berry. Wat het is, dat weet ik eigenlijk niet. Het werkt gewoon als de meeste haarmaskers. Je wast je haar en dan breng je dit aan. Laat je 3 minuutjes inwerken en dan spoel je het uit. En ja, mijn haar voelt echt super fijn daarna. En nogmaals, het ruikt echt heel erg lekker. Ja, ik weet niet of ze een vast assortiment hebben. Dus ik vond het zo fijn dat ik direct terug ben gegaan naar de winkel een paar dagen daarna om nog een tube te halen. Dus
Nogmaals, hij is dus €5. Echt een aanrader. En dan nog een ander op het gebied van beauty. Dat is deze kleine. Dat is van de Body Shop een lipbalsem. Ja, ik ben al heel lang lid van de Body Shop Love Your Body Club. En het grote voordeel vind ik daarvan is, en dat is ook eigenlijk de grootste reden waarom ik lid ben, is dat je iedere keer als je jarig bent, ieder jaar, krijg je een mail en dan krijg je €5 korting. Maar je hoeft niet per se iets te kopen om die korting te krijgen. Je mag gewoon er ook naar de winkel en iets van ter waarde van €5 uitkiezen. En dat doe ik dus ieder jaar. De gewone dingen, zoals de meeste klantenkaarten, je spaart punten en daar krijg je dan weer korting op. En VIP-avonden en dat soort dingen. Maar het gaat mij eigenlijk vooral om die €5 korting bij mijn verjaardag. En ik was vorige week was ik jarig, dus toen kreeg ik inderdaad een e-mail. En ik heb die €5 besteed aan een lipbalsem die ik normaal niet zo snel zou kopen, want hij is maar liefst €9. Ik zou dat zelf niet zo gaan uitgeven voor een lippenbalsem. Maar ze hebben verschillende soorten. Dit is de Kiwi Kale Watermelon, oftewel kiwi, boerenkool en watermeloen. Een hele aparte combinatie. Maar hij ruikt echt super lekker. En hij smeert echt heel fijn uit over je lippen. Ja, ik vind hem heel fijn. Dus ik heb er eigenlijk maar €4 voor betaald, want die €5 die kreeg ik dus korting. Dus een aanrader. Oké, en dan op het gebied van food heb ik 2 producten. Ik heb deze al eerder gedeeld, maar ik ben er zo enthousiast over dat ik hem nog een keer wil delen, mocht je het gemist hebben. Dit is een vegan filet américain en die is nieuw van Albert Heijn, het huismerk. En er zijn verschillende soorten vegan filet américain verkrijgbaar. En ik maak het ook wel eens zelf op basis van rijstwafels. En ja, dat is lekker. Ik zal het recept hieronder zetten. En het is allemaal hartstikke lekker en het lijkt wel op filet américain zoals ik het me kan herinneren. Maar deze is echt bizar. In mijn geheugen smaakt filet américain zo, maar ook de textuur, de geur, alles, ook hoe het eruit ziet, hoe het uitsmeert. Dit is gewoon de filet américain die wij vroeger aten. En het is op basis van jackfruit. En je vindt hem op de vleeswarenafdeling bij het hoekje met de tapas. En dan, dit is een product die ik echt ook al lang eet. En ik heb het altijd in huis. Ik ben er eigenlijk dol op. Antaflu, wie kent het niet? Dit is echt mijn favoriet. Dit is een beetje met een dropsmaak. Ik ben hier echt dol op. En het fijne is, daarom wil ik hem ook zien, is dat ze nu iets nieuws hebben. Ze hebben het nu in waspapier verpakt, die snoepjes per stuk. Eerst was het in plastic, nou natuurlijk helemaal niet goed. Maar nu hebben ze het in waspapier. En waspapier is meestal met bijwas. Maar, ik heb het nagevraagd, dit is ook vegan. Dus het is compleet vegan friendly. Helemaal te gek. En ik vind ze gewoon super lekker. En dan als laatste, een boek. Ik ben weer helemaal aan het lezen door de 75 Hard Challenge. Want ik heb best wel lang heel weinig gelezen eigenlijk. En dit boek heb ik onlangs gekocht. Ik had wat reviews erover gelezen en ja, de cover die spreekt mij gewoon heel erg aan. Dit is Before the Coffee Gets Cold. Ik kan de naam van de schrijver niet uitspreken, dus een Japanse naam. Ja, heel kort. Dit prachtige boek speelt zich af in Tokio. Daar is een café en dat is een heel bijzonder café, een heel oud café. En er zijn 4 korte verhalen in dit boek die zich alle 4 afspelen in dat café. Het bijzondere aan het café is dat je er kunt tijdreizen. 1 stoel in het café, als je daarop plaatsneemt onder de bepaalde voorwaarden en bepaalde regels, hele strenge regels, dan kun je dus tijdreizen. Je kunt terug in de tijd en vooruit in de tijd, met als hele belangrijke regel onder andere dat je moet teruggaan naar het hier en nu voordat je koffie koud wordt. Want je krijgt als je die tijdreis gaat maken een kop koffie volgeschonken, dus je hebt maar heel eventjes de tijd om te tijdreizen. En alles wat je doet of zegt, als je dus zeg maar verder in de tijd of terug in de tijd bent, dat wordt gelijk ongedaan gemaakt. Dus je kan niks ongedaan maken en je kan ook niks voorkomen in de toekomst. Ik vind het echt een heel mooi boek. Het heeft hele verschillende reviews. De meeste zijn echt hele goede reviews. Heel veel mensen vinden dit een prachtig boek. Maar er zijn ook wel wat mensen die zeggen dat het te langzaam is. En het is inderdaad wel echt een slow boek. Heel langzaam. Maar het is geen page-turner, het is geen thriller. Het is gewoon een prachtige roman. Met dus 4 korte verhalen. Het is echt wel heel mooi. En je gaat jezelf ook afvragen van zou ik dat dan willen op die stoel plaatsnemen om terug te gaan. Of in het verleden. Of om naar de toekomst te gaan. Wetende dat je eigenlijk toch niks kan veranderen. Dus ja. Ja, ik vind het een aanrader. Nou, ik heb dit boek inmiddels natuurlijk uit. Dus ik ben alweer begonnen aan de volgende. Alleen ik begin nooit in 1 boek. Ik lees altijd meerdere boeken tegelijk voor ieder stemming een ander boek.
Ik ben begonnen in Such a Fun Age van Kylie Ree. Ik zal hieronder de linkjes linken van de boeken met meer informatie daarover. Ik heb al echt nog maar 5 bladzijden gelezen. Ik ben er echt nog maar net in begonnen. Verder ben ik begonnen op mijn e-reader in de nieuwe van Klum. Dit is eigenlijk het vervolg van zijn bekende debuut. Komt een vrouw bij de dokter, wat ik destijds echt prachtig vond. Ik heb echt zitten huilen toen, dat weet ik nog. En ik ben heel erg benieuwd naar het vervolg, hoe het nu met Stijn gaat. Ik vind dat hij heel fijn schrijft. Ik zat er ook gelijk helemaal in. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Dus die ben ik aan het lezen. En ik ben een boek aan het herlezen. Dat doe ik eigenlijk nooit. Dus dat zegt wel wat. Maar ja, als je me langer volgt, weet je dat dit absoluut mijn favoriete boek ooit is. Het boek is in het voorjaar van 2018 uitgekomen. En ik heb dit verslonden, echt waar. Dit zijn 478 pagina's. Het is een hele dikke pil. Het komt erop neer dat dit boek is geschreven door Judith Visser. Zij beschrijft hoe het is om op te groeien met autisme, met Asperger. En zij beschrijft het leven van Jasmijn Vink, de hoofdpersoon. Vanaf, ik denk kleuter. Ja, volgens mij kleutertijd tot de puberteit. En dit boek was voor mij één en al herkenning. Het is gewoon creepy hoeveel dingen erin staan die ik ook heb meegemaakt. En die ik ook beleefd heb en die ik ook zo voel. Het is gewoon bizar. Het is echt een heel bizar boek. En ik ben er echt helemaal weg van. Maar het mooie is dat Judith een vervolg heeft geschreven. En dat komt volgende maand uit. En daar kijk ik echt rijkhalsend naar uit. En dat heet Zondags Leven uit mijn hoofd. Dit is Zondags Kind. En Zondags Leven komt uit. En dat volgt het leven van Jasmijn Vink als volwassene. Nou, daar ben ik ook zo benieuwd naar. Ik heb er op wateetjedanwel.nl ook een uitgebreid artikel over geschreven. Waarin ik er dieper op inga. En mocht je het interessant vinden, dan zal ik het hieronder linken. Dit is echt een aanrader. Sowieso de boeken van Judith Visser. Die lezen heel fijn weg. Hele korte hoofdstukken en ieder hoofdstuk is een soort page-turner. Dan wil je gewoon eigenlijk gelijk verder naar het volgende hoofdstuk. Maar ter voorbereiding van de nieuwe roman ga ik deze dus herlezen. Want het is alweer een tijdje geleden dat ik deze las. Zodat ik weer alles precies weet en hoe het ook weer zat en wie is en zo. Dus daar ben ik ook mee bezig. Dus ik lees nu dus 3 boeken tegelijk. En ja, ik vind het heel fijn. Nou, dat waren mijn favorieten van de maand augustus. En ik ga dus in september, volgende maand, of nou ja, deze maand, ga ik jullie dus laten zien wat ik dan allemaal te gek vind en waar ik helemaal vol van ben. Ontdekkingen. Dus ik hoop dat je deze rubriek leuk vindt, deze nieuwe serie. Ik ga dus niet verder met de 75 Hard Challenge. Maar ik ga wel verder met bepaalde elementen eruit. Dus ik ben van plan om sowieso het wandelen weer echt op te pakken om iedere dag minimaal 2 keer 45 minuten te gaan wandelen. Want super fijn ook om mijn hoofd leeg te maken. Ik was van plan om dat vorige week maandag te doen trouwens. Maar er kwam ook iets tussendoor. Sowieso om te beginnen, een van onze katten werd ziek. Zaten we op zaterdagavond bij de dierenarts. Want zulke dingen gebeuren natuurlijk altijd in het weekend. Lang verhaal kort. Maandag ging ik terug naar de dierenarts met Oriel. Want ze mocht gelukkig gewoon wel mee naar huis. Met medicijnen. Dan zat verhoging en overgeven en diarree en zo. Het was gewoon niet lekker. En dat is gelukkig weer helemaal goed. Waarschijnlijk heeft ze een virusje opgelopen destijds. En is ze weer helemaal beter door medicijnen. Maar Remy, onze hond, was ook al een paar dagen niet oké. Ook diarree. Ja, in de nacht van maandag op dinsdag vorige week werd Remy ineens heel erg ziek. Heel veel diarree en zo. En ze was gewoon niet in orde. Ja, toen zijn we eigenlijk 's ochtends direct naar de dierenarts gegaan. Ja, helaas hebben we haar toen in laten slapen. Remy kwakkelde al wat langer met haar gezondheid. Remy was de hond van mijn vader. Mijn vader is vorig jaar, bijna een jaar geleden, overleden. En toen hebben wij de zorg voor Remy op ons genomen en is Remy bij ons komen wonen. We hebben een fantastisch jaar met Remy gehad. Mijn tranen zijn eigenlijk momenteel een soort van op, omdat ik al heel veel heb gehuild. En ik het ook wel een beetje heb geaccepteerd, omdat Remy was al een tijdje niet in goede gezondheid. En de dierenarts had al een beetje laten doorschemeren van er is niet zoveel meer wat we kunnen doen voor haar. Ze had ook artrose en zo. Heel veel medicijnen elke dag. Het was gewoon het beste voor Remy om haar te laten gaan. Maar ja, ze is in heel veel liefde is in ieder geval gegaan. Rustig ingeslapen. En toevallig heb ik net haar as opgehaald bij de dierenarts. Wat heel raar is. Heel raar. Maar het voelt ook wel fijn om haar weer in huis te hebben. Het wandelen is er echt helemaal bij ingeschoten. Dus ik wil gewoon weer gaan wandelen. Dus dat ga ik ook zeker weer doen. Dus
Tot zover de update. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Mocht dat zo zijn, zou ik je willen vragen om een duimpje omhoog te doen. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer je, zodat je geen video hoeft te missen. Binnenkort komen er weer nieuwe video's aan met allemaal lekkere vegan dingetjes die ik heb gemaakt. En een what I eat in a day en zo komt er allemaal aan. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!